straks. Shank 2 aangekondigd voor begin 2012. Documentaire claimt beelden Arma 2 als echt. En film van Dead Island in de maak. Maar nu eerst de lanceringsdatum van Star Wars The Old Republic. De MMO ligt op 22 december in de winkels. Wie de game koopt, kan 1 maand gratis spelen. Daarna kost het online rollenspel €13 per maand. Je kunt ook abonnementen voor 3 of 6 maanden afsluiten. Star Wars The Old Republic zou eigenlijk eerder deze maand als beta in Europa gelanceerd worden, maar ontwikkelaar BioWare besloot de testversie uit te stellen. Wanneer de beta van de Star Wars-titel nu voor Europees publiek open wordt gesteld, is nog niet bekend. Wel liet BioWare weten dat mensen die het spel alvast bestellen een goede kans maken om al voor de release-datum aan de slag te kunnen. In Gears of War 3 is een wapen gevonden dat kippen afschiet. Het geweer heet de Cluckshot en is alleen op de hoogste moeilijkheidsgraad van het solo-avontuur te bemachtigen. In de vierde act moeten spelers eerst 3 ammunitiedozen vinden die op geheime plekken zijn verstopt. Daarna komt er een kip aangevlogen die de Cluckshot persoonlijk bij ze afgeeft. In een documentaire over de banden tussen de IRA en de Libische president Gaddafi zijn beelden van Arma 2 gebruikt alsof het echte videobeelden zijn. De documentaire was afgelopen week in Engeland op televisie te zien. De documentaire toont een scène waarin vermeende IRA-leden een helikopter uit de lucht schieten. De hiervoor gebruikte beelden komen eigenlijk uit de oorlogssimulatiegame en zijn door een fan gemaakt. De Britse programmamaker ITV verontschuldigt zich voor het gebruik van het beeldmateriaal. De producers zouden volgens het bedrijf per ongeluk het foute beeld geselecteerd hebben. De ontwikkelaar van Arma 2, Bohemia Interactive, was verrast door het nieuws. Het bedrijf zegt geen idee te hebben hoe de beelden in de documentaire zijn terechtgekomen. Filmproducent Lionsgate gaat een film maken van de zombie-game Dead Island. De film zal vooral op de eerste trailer van de game gebaseerd worden. Volgens de producent wordt de Dead Island-film een innovatie binnen het zombie-genre. De nadruk ligt, net als bij de eerste trailer, op emoties en familiebanden. De film wordt geproduceerd door Sean Daniel, die ook The Mummy maakte. Wie er in de film gaat spelen en wanneer deze in de bioscopen draait, is nog niet bekend. Shank 2 verschijnt begin 2012 voor PlayStation Network, Xbox Live Arcade en PC. Het tweede deel is helemaal opnieuw opgebouwd en krijgt een verbeterde besturing. Ook krijgt Shank 2 een coöperatieve modus bovenop de singleplayer. In dit speltype moeten spelers het samen zo lang mogelijk vol zien te houden tegen golven aan tegenstanders. Shank is back. En we sluiten het Gamejournaal af met de eerste futuristische beelden van Syndicate, die februari volgend jaar verschijnt. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuw Gamejournaal. Tot dan!